Goedemorgen, is deze vrolijke donderdagmorgen. Ik ga vandaag een dagje vloggen, want ik heb allemaal leuke dingen te doen. Ik ga vanavond naar de Fashion Week, het is de openingsavond. Ik ga naar twee shows samen met Charlotte, mijn zusje. Vanmiddag ga ik naar Nanne Meijer, want hij heeft een ochtendshow op YouTube met, samen met Anouk. En Anouk die kan vandaag niet, want die is echt super druk met allerlei leuke dingen. Dus nu hebben ze mij gevraagd of ik haar wil vervangen. Dus ja, dat wordt wel leuk en wel spannend ook, denk ik. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En nu ben ik bezig met mijn camera opstellen en zo. Want ik moet nog als de wieden weer gaan een video opnemen. Want die moet vandaag nog online. Oh jee, waarom vertel ik dit? Jongens, ja. Soms gaat het gewoon zo. Dan voel je hem niet. En als ik hem niet voel, dan ga ik hem niet maken. Dus dat betekent dat ik super last minute nu een videootje ga opnemen. Ik heb mijn cameraatje klaargezet. En we gaan even een leuke happy tech talk opnemen. Hoe vinden jullie mijn nieuwe bord? Ja, het is niet dat ik echt hele stomme taken heb hoor. Maar het is meer dat ik gewoon soms van die klussen heb die ik heel groot maak. En die ik dan niet wil doen. En ondertussen zijn ze in mijn hoofd veel groter geworden. En valt het allemaal wel mee. Dus vandaar dat er staat, begin met de stomste taak. Of de taak waar ik minste zin in heb. Dus dit bordje die helpt mij eraan herinneren dat ik dat gewoon eerst moet doen op een dag. Dan ben ik er maar vanaf. Oké, mijn camera staat klaar. Mijn stoel staat klaar, maar wat zit er op die stoel? Ja, lieve mensen. Dit is dus het geheim van filmen in je uppie. Ik moet natuurlijk ergens op kunnen scherpstellen. Dus dat doe ik. Op mijn hoed. En daarna verdwijnt die hoed en ga ik daar zitten. Ja, dit is dus hoe we doen. Zo doen de meeste YouTubers het. Maar stel dat jij een betere manier weet. Ik heb al een afstandsbediening. Maar stel dat jij een betere manier weet, let me know. Want dit is altijd zo'n gedoe. Nu even snel editen, maar dat doe ik wel met een bordje pasta, want ik heb zo'n honger, joh. Oké, het is gelukt. Ik heb de video op tijd af kunnen editen. Ik heb nu wel super harde haast om de tram te halen. Ik heb nog 2 minuten. En ik hou niet zo van te laat komen, maar ach, wat maakt het ook uit als je maar 5 tot 10 minuten later bent, toch? Maar ik ga mijn best doen om hem te halen en ik ben super blij dat mijn video gewoon af is. Yes! Hola, hola, kom binnen. Hey, schrik niet van de troep, want ik ben net verhuisd. I know. As you can see. Wat is dit? Ik moet stellen dit eigenlijk, maar dit is een migraine. Wat is dit? Is dat gezond? Is dat gezond? Dit is gezond. Dit is de set. Ja, heeft Nanne net gemaakt. Hola, hola. Hola. Oké. Is goed. Nou, ik vind het van achter er ook al wel leuk uitzien. Ja. Heb je die bloemetjes zelf geplukt dan? Ja, in de onkruidbloemen zijn het. Nou, ik vind het er leuk uitzien. Dit werkt heel goed. Zo ziet het er dan uit. Nee, die vind ik heel leuk. Op beeld. En zo ziet het er backstage uit. Ho. Deur. Kijk, hier hou ik van. Een man van detail, want hij legt nu bloemetjes op onze borden. Deed mijn vriend dit maar. Nee, maar dat is fijn voor de kleur in het shot, want er komt er nog een beetje kleur in. Ik ga hem onthouden. Zo, de show zit erop en het was erg gezellig. Mm-hmm. Ja, ik vond het echt leuk. Ja, hè? Mm-hmm. Vertel even, wanneer kunnen we dit zien? Aankomende zondag om 9 uur, Anouk en Nanne. Nou, toevallig was het nu Sanny, maar Anouk en Nanne heet het. Ja, elke zondagochtend een ontbijtshowtje. Het zit erop. La la la. Zo gaat het altijd. Het is wel, je moet hier. Yoga, hè, Sunny? We zijn aangekomen op de Fashion Week en ik kom meteen Iris tegen. Hallo. Hi. En ik ben met Lot. Yay. En de Flintstones zijn er ook. Hoezo? Omdat ik heel hoog hakken aan heb. Niet heel hoog, maar ik kan niet lopen hakken. Nou, Lotje, dat valt best mee. Dat valt best mee. It looks good, it looks good. Iedereen er zo mooi uit. Ziet er ook nice uit. Woehoe.
nu naar binnen en we kijken hier meteen naar het persvak. Dat vind ik zelf altijd heel grappig om te zien. Even Fred gedag zeggen. Hallo. Hallo schoonheid. Hoe is ie? Met jou? Goed. Goed, ziet ie er prachtig uit. Ik ben aan het vloggen. Ben je het vloggen? Jij ook? Hallo nou. Vlog maar net weg hoor. Ja, dat doe ik. Zo'n mooie locatie altijd. Oké, okay, hier stonden we dus gewoon van het weekend nog keihard te parken. Dat is wel raar. Eigenlijk wel. Ja, van de week stonden we hier inderdaad kaartenfeest op Twitch. En die video die zie je trouwens aanstaande dinsdag. Ik ben heel erg benieuwd naar de show van Aziz. Want ik vind dit zelf altijd een van de spectaculairste shows die er zijn. Ja, je ziet het al aan de mensen die komen. Ja, ik ben benieuwd ook wat jij ervan vindt. Want het is soms niet. Nee, maar het is soms niet per se. Helemaal niet. Dat geeft niet. Maar het is soms niet per se hele mooie kleding. Maar vooral het verhaal erachter is vaak heel vaag. Maar daarom gaan we later vanavond ook nog naar de show van Monique Collignon. En dat is vaak wel. Ja, dat vind ik echt wel leuk. Ik vind jou prachtig. Nou, we zijn hier op de Mercedes-Benz Fashion Week in Amsterdam. Ik ben Maarten. Dames, hoe komen jullie hier? Heel leuk. Ja? Ja, ik vond die rode hoed is wel wat voor jou. Maar weet je wat het mooie is? Volgens mij is het ook echt iets wat je kan dragen. Hè? Dit zou je toch zo kunnen kopen? Ja, dat heb ik goud in gestaan. Je ziet vaak op zo'n fashion show dat je het eigenlijk niet echt kan dragen. Weet je waar, sorry, weet je nog heel veel jaar geleden dat wij van die gouden leggings uitgingen met mouwen en zo? Ja, ja. Ik heb het toevallig in de kast laten hangen. Dus, ja. Naar welk feestje was dat? Oh, wat? Nachtspelen. Dat bestaat dan nog. Dat was een nachtspelen. Hé, maar jij gaat leuk iedereen interviewen. Ja, maar nu word ik dus zelf geïnterviewd en dan is het eventjes anders. Ja, ik heb dus een puistje hier naast me. Ja, ik zag het al. Is het het omlaadpunt? Ja! Kom gezellig! Oh, daar is onze soep! Ja, hier moet je zijn! 10 seconden Snapchat en je telefoon, zeg maar nee. En ik heb een kippensoep. Een heldere kippensoep, weliswaar. Kippenkotsensoep bedoel je? Nee! Kom hier erbij! Soms altijd hele mooie outfits. In Fashion Week is het heel vaak. Ja, niet altijd daar.
Leon echt super gaaf. Ik vind echt dat ze zichzelf opnieuw heeft uitgevonden. Want ze is failliet geweest. Zo vet. En ze heeft sinds weer een nieuwe collectie doorgestart. Maar het is veel moderner. Super hip die muziek. Ja, en even wat anders dan alleen maar zo lopen. Ja. Modellen. Gewoon echt powervrouwen. Modellen gingen meer dansen. Het moet veranderen. Ja. Wij gaan nog even lekker een drankje doen. Ja, laten we dat doen. Oké. Doei.